De Deventermoordzaak. Op 23 september 1999 werd de rijke weduwe mevrouw Wittenberg vermoord in haar eigen huis. Ze was gewurgd, bijna al haar ribben zijn gebroken. Ze is versleept van de hal naar de woonkamer, waarna ze nog 7 keer in de hartstreek is gestoken met opvallende chirurgische precisie. Haar echtgenoot, dokter Wittenberg, een vermaarde zenuwarts, was een aantal jaren daarvoor al overleden. Deze zaak is behandeld door de rechtbank in Zwolle, het gerechtshof in Arnhem en in laatste instantie door het gerechtshof in Den Bosch. En de beklaagde boekhouder Ernest Lauwers uit Lelystad is uiteindelijk veroordeeld tot 12 jaar celstraf, waarvan hij 2/3 deel, dus 8 jaar, heeft uitgezeten. Ik ga een reeks argumenten bespreken die mijns inziens aantonen dat er sprake is van een rechtelijke dwaling met een hoeveelheid tunnelvisie die schier ongeëvenaard is in de Nederlandse rechtspraak. Ik ga dat doen aan de hand van een vijftal premisses, aan de hand van een vijftal voorbeelden van hoe de tijdlijn van Ernest Lauwers heeft gelopen. Natuurlijk aan de hand van het verhaal van Ernest Lauwers zelf. Al die 5 keren zit justitie precies aan de andere kant. Als Lauwers zegt wel, dan zegt justitie niet eens en andersom. Je hebt scenario Lauwers aan de ene kant en dan, zoals we noemen, het scenario Openbaar Ministerie aan de andere kant. En die twee scenario's die sluiten elkaar uit, vullen elkaar aan, whatever. Maar ze kunnen nooit allebei tegelijkertijd waar zijn. Mijn beste handvat in deze zaak is dit boek van Ton Derksen, Leugens over Lauwers. Een aardige pil, 270 pagina's. Elke pagina is de moeite waard. En natuurlijk veel uitgebreider en met veel meer diepgang dan ik vandaag even in 10 minuutjes ga laten zien en horen. Eerste premisse. Ernest Lauwers heeft mevrouw Wittenberg op de ochtend van de 23 september bezocht. Waarom is dat relevant? De moord is 's avonds gepleegd en het ochtendbezoek kan de vingerafdruk van Ernest Lauwers op de plaats delict verklaren. En er is DNA aangetroffen van Ernest Lauwers. Ook op de plaats delict. En ook dat is verklaarbaar door het ochtendbezoek. Het OM zit natuurlijk aan de andere kant van hetzelfde argument en zeggen van nee, meneer Lauwers is daar niet op bezoek geweest, we vinden het erg onwaarschijnlijk. Ze houden wel een heel kleine slag om de arm. Maar wat gebeurt er nou vervolgens? De officier van justitie van Zwolle, waar de zaak in eerste instantie werd behandeld, heeft een vertrouwelijke interne memo gestuurd naar de advocaat-generaal van Den Bosch, waarin ze stelt van ja, we weten dat Ernest Lauwers wel op bezoek is geweest 's morgens bij de weduwe. Puntje, puntje, puntje. En op de plaats van de puntje, puntje, puntje mag u gewoon impliciet invullen, maar daar geven wij, officieren van justitie en verderop, natuurlijk geen rugbaarheid aan, want dat werkt voor de verdediging van Ernest Lauwers en daar zijn wij niet van. Nou, het spijt mij wel, beste officier van justitie en advocaat-generaal, uw vak houdt in dat u zich bezig dient te houden met waarheidsvinding. En waarheidsvinding houdt in dat u niet willekeurig mag achterhouden wat u toevallig niet uitkomt, wat niet in uw straatje past. Lijkt mij zo. Oftewel, deze premisse 1, die het verhaal van Ernest Lauwers ondersteunt, heeft een hoge waarschijnlijkheid, zelfs grenzend aan 100%, dankzij de officier van justitie van Zwolle. Hoera! Premisse nummer 2. Ernest Lauwers heeft niet thuis gegeten. Waarom is dat relevant? Justitie beweert dat Ernest Lauwers wel thuis heeft gegeten en dat hij daarna een klant zou hebben kunnen bezocht. En daarna zou het, als hij zijn normale patroon volgt, zou hij nooit eerder thuis geweest zijn dan 10 uur. Dat zou Lauwers de perfecte gelegenheid geven om de moord in Deventer te plegen. Dus wat justitie betreft heeft Lauwers wel thuis gegeten met zijn gezin. Lauwers zegt nee, het ging anders. Er kwam een afspraak tussendoor in Amersfoort. En dat zou botsen met het thuis eten. Oftewel, Lauwers zegt nee, ik heb niet thuis gegeten. Ik ging naar Utrecht voor een cursus. Ik heb de cursus niet gevolgd. Ik heb alleen maar een handtekening geplaatst. En ik ben eigenlijk linea recta weer teruggegaan naar huis. Dat is het verhaal van Lauwers. Oké, herhaling van premisse 2. Lauwers heeft niet thuis gegeten, conform zijn eigen verhaal.
De waarschijnlijkheid dat dit de waarheid is, is zeer bijzonder hoog. Premisse nummer 3. Lauwers stond in de file op de A28 bij Harderwijk. Om 8:00 kwam Ernest Lauwers vanuit Utrecht terug in de buurt van Amersfoort. Daar stond een file op de A28, op de plek waar normaal gesproken nooit files staan, of zeer, zeer, zeer zelden files staan. En Lauwers zegt van, ja, ik kwam in die file terecht en dat gaf me ongeveer een half uur vertraging. Hij weet ook een hele serie details over die file die hij vrijwel alleen maar kan weten als hij daar ook was. Nou, uiteraard zit justitie weer aan de andere kant van hetzelfde verhaal. En justitie zegt van, zeer onwaarschijnlijk. De advocaat-generaal van Arnhem zegt ook dat de verklaring van Lauwers over de file niet overeenstemt met de verkregen verkeersinformatie. Over welke verkeersinformatie hebben we het dan? Nou, ruim een uur later was er een file bij het Harde, een heel stuk verderop, als gevolg van een aanrijding. Maar ja, die heeft helemaal niets te maken met de file die Lauwers heeft benoemd. Dus waarom de advocaat-generaal van Arnhem dit zo doet, daar durf ik niks over te zeggen. En ik denk dat ik het hierbij laat, maar de waarschijnlijkheid dat Lauwers inderdaad in de file stond conform zijn eigen verklaring is zeer, zeer hoog. Premisse nummer 4. Ernst Lauwers belde mevrouw Wittenberg vanaf de A28 bij Nunspeet. Justitie zegt natuurlijk onzin. Dan moet je een afstand overbruggen door de lucht met je gsm-telefoon van 25 kilometer. Dat gebeurt in de praktijk niet, of het is tenminste zo onwaarschijnlijk, etcetera, etcetera. Wel, dankzij Ton Derksen, al eerder benoemd, en Hans Meijer, dat is een iemand die heel veel weet op het gebied van radiozenders en wat je daar allemaal mee kan. Hij heeft ook diverse artikelen geschreven voor vakbladen wat dat betreft. En ook nog een uiterst nuttige database in Wyoming in de USA met allemaal meteorologische gegevens over vele tientallen jaren terug. Is superrefractie een zeer goede verklaring waarom een afstand van 25 kilometer tot aan de zendmast in Deventer zeer goed mogelijk was. Superrefractie is heel in het kort een effect waarin luchtlagen op elkaar gestapeld liggen en waarbij de overgangen tussen de een naar de andere luchtlaag vrij scherp zijn. Dat wil zeggen, het temperatuurverschil is opeens nogal groot en de luchtvochtigheid is meestal ook ineens nogal groot. En wat gebeurt er dan? Op zo'n overgang tussen die twee luchtlagen, die overgang die gedraagt zich als een soort van spiegel voor radiogolven. Dus hier is de zender, hij stuurt zijn golven alle kanten op, onder andere ook onder een hoek in de richting van de lucht, komt die virtuele spiegel tegen en buigt weer terug naar de aarde. Achteraf is bewijsbaar dat op die bewuste 23 september sprake was van superrefractie. Dat zijn bijzondere omstandigheden die ik zojuist besprak. In vrijwel geheel Nederland en zelfs nog in grote delen van Duitsland. Dat is allemaal terug te halen en te herleiden. En dat verklaart heel goed waarom die afstand over zo'n grote afstand, afstand keer 2 in één regel, jawel, waarom die afstand zo goed te overbruggen was. Ook TNO heeft in 2017 bevestigd dat onder bijzondere omstandigheden zo'n afstand met gsm goed te overbruggen is. Dus deze premisse, Lauwers belde mevrouw Wittenberg vanaf de A28 bij Nunspeet, de waarschijnlijkheid daarvan is zeer hoog. Premisse nummer 5. Lauwers was niet veel later thuis dan 2100 uur. Ton Derksen legt met sublieme begrijpelijke logica uit dat Lauwers toch niet thuis heeft gegeten en dat hij inderdaad niet veel later dan 2100 uur thuis kwam. Binnen de reeds bekende tijdlijn is een bezoek aan Deventer om iemand te vermoorden onmogelijk. De waarschijnlijkheid van deze premisse dat Lauwers niet veel later thuis was dan 2100 uur is zeer, zeer hoog. Wel, deze 5 waarschijnlijkheden versterken elkaar zo fors dat de eindwaarschijnlijkheid dat het OM alsnog gelijk heeft kleiner is dan 1 uit 7776. Hoe kom ik daaraan? Ik geef de kans dat het Openbaar Ministerie per keer gokken, want ze gokken, nogal veel krediet toe. Want ik zeg dat ze de kans is even groot als een 1 gooien met een gelijkgewogen dobbelsteen. Alleen dat moeten ze wel 5 keer achter elkaar doen. En dan krijg je dat je de kans is 1 uit 6 en dan
krijg je 6 mogelijkheden tot de vijfde macht. Is 36 kwadraat keer 6 is 1 uit 7776. Vandaar de kans dat het Openbaar Ministerie gelijk heeft is slechts 1 uit 7776. Dat betekent dat het hoogst waarschijnlijk is dat Ernst Lauwers volkomen onschuldig 8 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Dan hebben we alleen nog het verhaal over DNA. Ja, ik zou zeggen, zie het verhaal van Ton Derksen. Heel in het kort, ja, het DNA van Ernst Lauwers is aanwezig op de plaats delict. En het zou heel goed kunnen wijzen in de schuld van, of in de, ja, in de schuld van Ernst Lauwers, of daderschap van Ernst Lauwers. Maar als je goed analyseert, zou hetzelfde DNA net zo goed kunnen wijzen in niet het daderschap van Ernst Lauwers. En ja, dan krijg je een soort balansidee. Je hebt hier daderschap en je hebt hier niet-daderschap. Die twee houden elkaar in evenwicht. En per saldo zegt het DNA op de plaats delict niets over het daderschap van Ernst Lauwers. Dus wat mij betreft is dat zijn alibi zo sterk als het maar kan zijn. En wat mij betreft is Ernst Lauwers onschuldig.